prachtig, hè? Kijk dan. We zijn weer thuis. Rijk heeft het ook koud. Dus ik ben gelijk in een heel klein rolletje in elkaar op de bank. En mijn meisje. Ik ben even met mijn handen aan het wegen. Dat is zo koud. Ja, echt wel. Het is zo koud. Is heb ik het licht niet aan van mijn camera? Ik doe hem weer even. Want ik denk dat ik geen licht aan heb. Je ziet het slecht, vind ik. Er gebeuren meerdere dingen op die watertoren. Dan moet ik mijn handschoen weer uit. Gaat goed hier. Ja, hij doet het wel. Oké. Nou is die uit. Ik probeer mijn handschoen aan te krijgen, dat lukt me niet. Nou ja, ik heb hem half aan en niet goed. Kijk dan. Oh, je hoort er ook geluid bij, hè? Het is net alsof die watertoren dan uit elkaar luistert. Wauw, hé. Oh, gaaf. Zo bijzonder. Zo bijzonder mooi. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ach, wat bijzonder mooi. Wat ben je, wijfie? Ja, je zit aan mijn vork, dus wegkomen doe je niet. Ah. Oh, wat een wind, hoe waai. Echt bijzonder. Kijk, we gaan... Echt bijzonder. Dan gaat hij dicht. Hoe geweldig. Jongen, Holland, hoe geweldig. Kijk dan, komt het water uit die raampjes vandaan. Wat is, en dan begint het hier ook nog in het echt te regenen. Daar heb ik niet om gevraagd. Kijk dan. Wat prachtig, hé. Hoe mooi.
zo wordt hij weer heel. Machtig mooi. Hoe heb je dat kunnen maken? Kijk nou! Een octopus! Ja, wijfie. Ja! Kijk eens hoe mooi alles is! Het is zo mooi! Ja, ik weet het hè! Ja, wijfie! Weet je toch? Hè? Ja. Hè, wijfie? Ja. Je bent lief, schat. Dat zie ik al, zie je niet wat dat doet. Allemaal heel wat lichte stipjes. Ik weet niet wat dat is. Dat zie ik, ja, ik zie het door mijn camera heen. Nou is het uit momenteel. Ja. Dan zeg ik, uit met de camera. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis en het is ook zo koud. Ik heb heel veel pijn erdoor aan mijn duim. Hak de handschoen aan, dat weten jullie. Maar alsnog, je moet wel je handschoen uit om je camera te pakken, om hem klaar te maken, dat hij lopen kan, dat hij draaien kan. Maar dan moet je je handschoen ook weer aandoen en dan gaat het een beetje moeilijk als je hem ook vasthoudt, hè? Ja. Maar in ieder geval, we zijn weer thuis. Rijka heeft het ook koud. Dus ik lig gelijk in een heel klein rolletje in elkaar op de bank. Hé, mijn meisje. Hé, jij ook zo koud is, schat. Ja. Maar het was bijzonder mooi. Ja, nou heb ik ook nog wat anders gezien. En dat zijn dat er hele mooie lampen op de bomen staan. Maar het was mij te koud. Ik wou dolgraag naar huis. Ik zat gewoon te huilen op de boeten van de pijn door de kou. En ik hoop dat het morgen droog is en minder koud is. Dan kunnen we morgen weer even. Dan kunnen we die bomenpark laten maken. Ik noem het maar even een bomenpark. Het is bij Albert Heijn voor. Dat is allemaal verkleurd. Er staan dus lampen opgericht vanaf de grond. En heel mooi gekleurd. Paarse bomen. Nou, bij de watertoren stond een boom ervoor. Die kreeg dezelfde kleuren mee dan wat op die watertoren geprojecteerd werd. Op de Beatrixstraat, waar altijd de markt is, daar zitten lichtjes in de bomen. Dat is gewoon naturel. Zoals ik het ook heb. En ja, voor de rest. Ik vond het bijzonder mooi. Echt gaaf. Het is een kunst op zich om dat te kunnen doen. Ja, hoe ze het doen, Joost mag het weten, maar ik weet het niet. Nee. Dus vraag het maar aan Joost na. Wie weet, weet hij het wel. Maar oké, ja, ik ga zo meteen voor het eten zorgen en mijn favoriete serie zien. En tussen de bedrijven door even de laatste vlog die ik nog op mijn computer heb staan renderen en naar YouTube brengen. En dan kijk ik morgen gaan we naar de kapper. Rijka mag mee. Yeah, toppie. Mijn kapper is verhuisd. Hij was dat eerst heel dichtbij. Ja, heel dicht. Maar dat is ook een klein pand. Nou zit hij weer even wat verder weg. Even verder dan een andere kapper. Die zijn we nou als eerste dichtbij, maar dat is mijn kapper niet. Nee, daar voel ik me niet fijn. Dus ga gewoon weer naar mijn eigen vertrouwde kapper toe in een nieuw pand. Ja, ja. Ik neem even goed jullie ook mee. Ik weet niet of ik vloggen mag, maar wie weet. Niet geschoten is altijd mis. Ja, toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zie jullie vanavond later nog wel weer even een keer. Ik ga zorgen dat ik warm word, echt
Vooral die duim. Die doet gigapijn. Ja, daar zit artrose in. En de rest van mijn vingers beginnen ook wel. Maar niet zo ernstig als die duim is. Maar daar kunnen jullie niks aan doen. Ik ook niet. Ik zit er wel mee. Dus ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is alweer heel erg laat. Zeker vroeg. 3:57, bijna 4:00. Oei, 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 oei. Dus ik moet nog naar bed en al. Het was veel werk op Facebook. Ik heb ook nog de laatste vlog die op mijn pc stond in de videopad gehad. En ja, weet ik veel. Ik ben het even kwijt, maar in ieder geval geüpload naar YouTube toe. Dan moet ik morgen naar de kapper. Ik moet morgen mijn camera weer leeghalen. Ga zo maar door. Kan ik dat ook weer natuurlijk naar de computer toe brengen. Maar voor nu. En ik moet het hier nog opruimen. Het is hier ook nog een bende. Ja. Zondag komt Astrid weer. Eerste kerstdag zit ik bij Karin en Roderick. Jan die komt niet. Of die bij Karin komt, dat weet je zelf ook nog niet. Want het gaat niet helemaal goed met Jan. Nee. Dus in gedachten ben ik ook bij Jan. Ik hoop dat hij een beetje weer op kan knappen. En voor de rest merken we het. Het is nu dus 4:00, zegt de klok. En ik zeg tot over een aantal uurtjes. Wel trusten.